Hallo, ik ben Marcel de Lange, mede-eigenaar van Nolina Kwekerijen. Ik heb het bedrijf samen met mijn broer Steef. En onze hoofdteelt is potrozen. Wij zijn ongeveer anderhalf jaar geleden klant geworden bij Jongkind. Wij wilden een kwaliteitsslag maken in onze potrozen. En ja, we hadden eigenlijk een heel goed gevoel bij Jongkind. Via onze teeltvoorlichter heeft ons een tip gegeven, joh, ga eens een keer kijken bij dat bedrijf. We wilden toch wat verder. En we zijn toen een keertje bij hem op bezoek geweest en we hadden eigenlijk wel zo'n goed gevoel over het bedrijf en over de referenties die onze teeltvoorlichter gaf. Joh, we gaan daar eens een grote proef mee draaien. We zijn ermee gestart en we zagen gewoon op het moment dat we mee begonnen met de nieuwe samenstelling van de grond. We hebben ook geen samenstelling gegeven aan Jongkind. We hebben alleen Jongkind gevraagd van, joh, wat denk jij wat goed is voor onze teelt? Dus eigenlijk zonder enige kennis van ons hebben we dus een samenstelling gekregen van hem. En dat is eigenlijk zo goed gegaan dat we eigenlijk een half jaar daarna zijn we eigenlijk volledig overgestapt naar Jongkind. Voor ons is het belangrijk dat de grond, moment wij maken gebruik van een app-vloedsysteem, moment dat je het water geeft en dan kom je 2-3 uurtjes later dat het niet papperig is onder in de pot. Dat je netjes al het water netjes verdeeld heeft in de pot. Waardoor je dus veel minder kans hebt op wortelschade. Daarnaast herbevochtiging. Op het moment dat die pot een keertje misschien ook droog is, ook zeker bij de consument, dat je op het moment dat je hem water geeft, dat de grond ook gewoon weer het water oppakt. En niet dat het via de zijkanten overstroomt en eigenlijk de kluit nog steeds droog is. Dat zijn wel de belangrijkste punten wat voor ons gewoon essentieel is. Die dingen die we zeker gezien hebben, is een andere structuur van de wortel. Van de potrozen. De wortelstructuur is veel fijner geworden, veel meer verdeeld. En dat heeft eigenlijk geresulteerd in een wat groenere plant ook. En dat ze beter glimmen. Nou, dat zijn de. Als je een potroos verkoopt, zie je eigenlijk geen wortels natuurlijk. Maar ja, je ziet natuurlijk wel dat hij mooi glimt en dat hij mooi groen is. En dat is eigenlijk wel voor ons verkoop wel heel erg belangrijk. Wat je goed kan zien, nou, ik zal hier even eentje optillen. Prachtige witte wortels en heel mooi vertakt. Ja, hier worden ze kweken gewoon blij van natuurlijk. Hè? Wat voor ons gewoon belangrijk is, dat de potrozen aan de buitenkant die mooi wit is, maar ook dat de potrozen van binnenuit ook gewoon wortels hebben. Dus ja, de rozen zijn niet aan het lucht zoeken. Dat is voor ons een belangrijk betrouwbare partner. Kwaliteit, zeker wij, Jongkind leven bij ons 52 weken in een jaar. En iedere week komen 2, 3, 4 vrachten komen eraan. Dus wat heb je nodig? Een constante kwaliteit, iedere week. Dus ook in januari, maar ook in juni, dat het eigenlijk het hele jaar door een beetje hetzelfde is. Wat voor ons ook heel belangrijk is, dat de hoeveelheid water die in de pot rond meegegeven wordt. Wat wij doen is, wij wegen alle potten. We willen eigenlijk dat na het oppotten, wegen we de potten en dan weten we hoe zwaar de grond is. En dat is voor ons heel erg belangrijk voor ons resultaat in onze stekkerij. Dat geeft best wel, daar moet je goed in monitoren. Dus het is goed afstemmen, ook met Jongkind, iets te nat, iets te droog. En op een end heb je gewoon de juiste modus daarin. Wij hebben met Hendrik Jan hebben wij iedere 2-3 maanden hebben we even een uurtje waar we even wat bij praten. Dat vind ik heel plezierig. Hij maakt de afspraak. Ik hoef nooit om te vragen, joh, hij komt toch over een paar weekjes komt hij langs. Waar we eventjes de dingetjes bespreken. Gaat het goed over de levering, over de kwaliteit? Zijn er dingetjes? Lopen nog even een klein stukje over de kwekerij. Ja, geeft ook een stukje betrokkenheid vanuit Jongkind naar ons toe. Wij zijn van het voorjaar
We hebben twee kwekerijen. We hebben een poppontenkwekerij en we hebben een boomkwekerij waar we tuinrozen produceren. In januari zijn we daar ook over gestapt naar Jongkind. Maar naar compleet andere mengsels. Eigenlijk met hetzelfde idee als dat we bij de potrozen hadden. Het is nu eind mei. En voor ons best spannend. Want nu zie je de reactie van de grond en de... Ja, wat ik eigenlijk hoop, dat we ook daarin, op die kwekerij, dat we daar net even de stap kunnen maken, net even beter. En zoals ik het nu kan zien, ziet het er gewoon echt goed uit. Dus het is best wel voor ons, echt een vooruitgang. Ja, wat is voor ons heel belangrijk voor de toekomst? Leverzekerheid van alle venen. Wat ik heel goed vind... is dat hij aangeeft, oké, dit soort type venen zijn ook voor de toekomst beschikbaar. En we gaan geen grondstoffen gebruiken waar dus misschien over 1 of 2 of 3 jaar moeilijkheden in komen. En dat vind ik wel een heel sterk punt, moet ik zeggen.